prachtig rivierenlandschap bij Driel staat het stuwcomplex van Rijkswaterstaat. Deze stuw is een belangrijke schakel in de waterregulatie in Nederland. Vandaag gaan we met groep 7a van basisschool Het Startblok een rondleiding krijgen bij de stuw en bij de sluis van dit complex. We hebben een aantal vragen waarom deze stuw gebouwd is en wanneer en waarom op deze locatie. Ik heet jullie ook welkom namens het bezoekerscentrum Rivierengebied, waar mijn collega Jan Hogedoren en mijn naam is Jan Middel deel van uitmaken. Deze sluis stuwcomplexen, deze stuw van Driel, is erg belangrijk voor de waterhuishouding. Die stuwt het water hier op, zodat er ook veel meer water de IJssel afgaat. Waardoor er heel veel zoetwater richting het noorden gaat, richting het IJsselmeer. Maar ook de scheepvaart op de IJssel, die kan ervan profiteren. Want nu kunnen er grote schepen, ook geladen, varen. En ook hier op de Nederrijn en Lek, doordat de staak opgestuwd is, kunnen er dus grote schepen varen. Dat laat ik zo meteen op het plaatje zien. Goedemiddag, we zijn hier bij het sluis stuwcomplex in Driel noemen wij het aan de overkant. Hè. Wij komen van de Overbetuwe, maar eigenlijk zitten we hier in Heveadorp. Ja, dat klopt. U bent hier aan de kant van Heveadorp, omdat dit eigenlijk de toegang voor het complex is. Maar het grootste gedeelte ligt op grondgebied van Driel, dus vandaar dat het Driel heet. Dat is een beetje verwarrend eigenlijk voor de bezoekers, want als je zegt Driel, dan komen ze vaak aan de andere kant, terwijl hier de toegang is. Oké, de eigenaar is Rijkswaterstaat, hè? Ja. Sinds wanneer staat dit complex hier? Dit complex is in 1971 klaargekomen, toen is het eigenlijk in bedrijf gekomen. Toen was eigenlijk de hele Rijnkanalisatie voltooid, want er zijn drie sluisstuwcomplexen, één in Hagestein onder Utrecht, één in Amerongen en hier in Driel. En dat was in 1971 en toen was alles klaar eigenlijk en toen hadden we een goede waterverdeling hier op de Nederrijn en Lek. En waarom is ze besloten om te kanaliseren? Nou, er is uiteindelijk besloten dat de vaardiepte verbeterd zou worden hier op de Nederrijn en Lek. Want er kwamen hele lange periodes voor dat je een hele droge periode had. Dat de schepen praktisch niet konden varen, omdat het ondiep was. En nu heb je een betere verdeling over de IJssel en de Nederrijn en Lek. Dus het is eigenlijk een verbetering nadat de kribben in de rivier zijn gelegd en de vaarroute hebben verdiept. Dat bleek niet meer voldoende te zijn en toen is het tot dit besloten. Ja, dat is waar. In ieder geval die sluizen en stuwen. Het woord zegt wel kanaliseren, dat wil zeggen een vast pijl maken door middel van de stuwen. En uiteindelijk zijn er natuurlijk waterbouwkundige werken verricht, onder andere op de IJssel. En dat heeft inderdaad met kribben en strekdammen te maken. En in ieder geval stukken rivier rechtgetrokken en bochtafsnijdingen hebben er plaatsgevonden. En de stuw, hè? Kunt u een beetje letterlijk uitleggen wat betekent het nu? Kleppen, deuren, hoe gaat dat? Nou, u ziet hier in de verte ziet u de stuw liggen. En we zijn op het ogenblik in bedrijf. Dat wil zeggen dat de bogen naar beneden zijn. Vizierschuiven worden die genoemd. En die houden in wezen het water tegen. Dus een groot gedeelte van het water wordt teruggestuwd over de IJsselkop naar de IJssel toe. Een klein gedeelte gaat onder de stuw door nog. En dat is voor het volgende vak wat Amerongen uiteindelijk opstuwt, om dat te gebruiken. En dan hebben we in Amerongen ook nog een waterkrachtcentrale staan en die maakt daar ook gebruik van. En dat varieert tussen de 400 en 600 kub per seconde. En hoe vertaalt u dat in kubieke meters water? Nou ja, een kub is 1000 liter, dus uiteindelijk zitten we aan 600.000 liter per tel. Hè. Zoveel water gaat er doorheen in maximaal. En als het daar boven komt, dan zijn we buiten bedrijf. Dan staan die grote bogen open, maken we geen gebruik van de sluis en dan gaat de scheepvaart door de rivier heen en door de doorvaartopeningen van de stuw. Maar als de stuw nu dicht staat, hoe gaan die schepen hier dan doorheen? Nou, dat ziet u hè, aan de bovenkant, daar bij het Arnhemse, daar ziet u de splitsing tussen het stuwkanaal en het sluiskanaal. Er staan borden, lichten, daar kan de scheepvaart aan zien dat de stuw gesloten is en dat ze gebruik moeten maken van de sluis. Dus het schutten van schepen, zoals dat heet. Ja. En de sluis die ligt hier achter. En ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Is daar bediening? Is daar iemand aan het werk? Nou, we zitten hier op de centrale bediening hierboven. En daar zit één man of vrouw, hè, een operationele sluismeester, regelt hier de zaken van het hele complex. Die schudt ook de schepen. Die staat in verbinding met de schepen door middel van een marifoon.
En vertelt dan wat hier moet gebeuren. En in de zomermaanden, zoals je nu ziet, de eerste jachtjes komen alweer. En er komen er zo'n kleine 10.000 per jaar doorheen. En in de sluis worden de deuren worden dicht gedaan, het waterpeil wordt veranderd. Geniveleerd, dus dat is echt gelijk gemaakt. En dat verschil, en dat is op het ogenblik zo'n rond de 2 meter. En als dat dan gelijk is, kunnen de deuren weer open, de lichten gaan op groen. En ze varen weer uit. En andersom ga je 2 meter omhoog in de kolk. Ja. En kunt u iets zeggen over het aantal vaartuigen wat hier per dag doorkomt? Ja, je moet toch rekenen tussen de 50 en 70 vaartuigen ongeveer per dag. Hè. Dat zijn verschillende schuttingen natuurlijk. De ene keer liggen er meerdere schepen in, de andere keer wat minder. In de zomermaanden, en nogmaals wat ik al gezegd heb, is het wat drukker met de recreatievaart. En nu even iets, nu hebben we het over vaartuigen gehad die er dus op een andere manier doorheen kunnen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met vissen? Nou, als u nou eens van u afkijkt hier aan de achterkant, dan ziet u een stroompje lopen. Dat is de vispassage. En die is 5 jaar geleden aangelegd op de sluistuwcomplexen. En daar gaat voor het eerst sinds een aantal jaren weer wat zalm doorheen. In kleine aantallen. Zo. Maar in ieder geval, ze gaan hier doorheen. Nou, en dan ziet u ook een stroom lopen. Dat is de zogenaamde lokstroom. Dat is 9 kuub water per seconde wat er doorheen stroomt. Om de vis aan te lokken. Hè. Die geeft je de mogelijkheid om door te trekken. Nou, we hebben een zogenaamd zalmproject. En dat betekent dat we zo af en toe met de visserijinspectie aan de bovenkant netten spannen. En de vis wordt dan gevangen. En dan krijg je een indruk van hoeveel gaan er nou doorheen. Nou, men schat ongeveer in dat er zo rond de 300 zalmen per jaar door deze vistrap trekken. Dat is een heel leuk project, omdat die vissen kunnen we ook traceren. Dat doen we door middel van een zendertje in hun buik te zetten. Ze worden gevangen, een bioloog doet dat, tijdelijk even verdoofd. En dat zendertje nemen ze mee. En dan liggen er hier en daar in de Rijn tot aan Zuid-Duitsland toe wat detectielijnen. Als ze daar overheen zwemmen, kun je in ieder geval zien van hoeveel gaan er nou per dag doorheen. En komt die vis werkelijk op die paar gronden terecht, hè? Om daar weer voor de jonge zalm te zorgen. Dat is een heel leuk project als je dat ziet. Maar dat zegt ook iets over de waterkwaliteit van de laatste jaren, want anders komt die zalm natuurlijk niet meer terug. Ja, dat is inderdaad zo. De waterkwaliteit is aanzienlijk verbeterd, hè, vooral de laatste 10 jaar. Het zuurstofgehalte is enorm toegenomen. En dat betekent voor de zalm en de forel, die trouwens uitgezet is, de forel is uitgezet. Maar die vis kan zich weer redelijk handhaven in de rivier. Nou, dat is wel heel erg mooi gelukt dan. Heel erg leuk. Ja. Ik heb nog even een vraagje over die stuw, zeg maar. Stel dat het nou helemaal, dat zult u niet verzinnen, maar stel dat helemaal geen watertoevoer is, de sluizen gaan dicht of de stuw gaat dicht. Wat gebeurt er dan in de rest van Nederland? Ja, eigenlijk niks, want wat u zegt, dat kan eigenlijk niet. Kijk, stel nou eens voor dat er helemaal geen water meer komt. Hè? Dat zou niet zo best zijn, denk eens aan de drinkwater inlaten, hè, die daar gebruik van maken. Kijk, dit is een gemengde rivier. Gemengd wil zeggen dat er regenwater en gletsjerwater ten alle tijde door de rivier stromen. Want we hebben altijd aanvoer van water. Alhoewel grote verschillen natuurlijk in maximale en minimale afvoeren. Maar dan nog, dan kun je nog steeds varen. Ook die stuwen zorgen er nu voor in hele droge perioden dat je tenminste met 3 meter vaardiepte hier kan varen. Hè? Dus echt geen druppel water meer, ja, dat zal niet voorkomen. Nee, maar ik bedoel, wat gebeurt er dan met de IJssel? Wat gebeurt er dan met IJsselmeer, zoals u in het begin zei? Ja, ja. Nou, dat betekent natuurlijk wel dat op dat moment gaat er wat minder water over de IJssel. Dus de IJssel heeft ook vaarbeperkingen dan. Hè? En, dat hoor je wel eens, de minst gepeilde diepte. Van wat is de diepgang voor de scheepvaart nu? Dat is erg belangrijk natuurlijk. En dat neemt dan wel af. Hè? Maar niet in die mate, toen de stuwen er nog niet waren. Toen was de IJssel en de Nederlander leek praktisch onbevaarbaar. En dat zul je niet meer meemaken. Dus er is goed over nagedacht in het verleden, zeg maar zo'n 30, 40 jaar geleden. En, ja, eigenlijk wat langer al. De eerste stuw die klaar kwam, de Rijnkanaalinstallatie, in 50 jaar had men het plan al liggen. En in 58 is stuw Hagestein geopend en in 66 Amerongen. Nou, in 71 Driel. Dus toen was het eigenlijk voltooid. Ja. Nou, mag ik u hartelijk danken voor dit interview? Heel graag gedaan hoor. Over de stuwtoren ingaan, dat is een wenteltrap. Dat is misschien niet voor iedereen even plezierig. Iemand die een beetje last van hoofdvrees heeft, die blijft maar even beneden wachten. Boven in de stuwtoren hebben we een gigantische machinekamer. Dat is hartstikke leuk om dat te zien. Mooi uitzicht over de omgeving. Dan gaan we weer terug naar beneden en we wandelen over de vizierbogen. Weer terug hier naar ons uitgangspunt. We leveren de helden in en dat is het ongeveer 11:30. Waar gaan we nou heen? Ja, oh sorry. Waar gaan we heen dan? Ja, we gaan zo lopen naar de sluis. Hey, hi! 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 Hi
beetje bij elkaar blijven, Jelle. Oh, hier let op, hè? Ja, nog een keer. Nou, allemaal. 3, 2, 1. Luister even, dames. We staan hier op de middenpijler. De bedoeling is dat wij met jullie naar boven gaan. Hier de trap. Niet dringen, hè. Rustig aanlopen. Gewoon vasthouden als het echt goed komt. Is het hoog? Nee, ik vind het wel hoog. Ja, lekker bordje! Is het hoog? Ja. Oh, dat is leuk. Hoog? Oh, man. Film werd een klein beetje uitleg gegeven over dit machinewerk. Dit is een heel betrouwbaar machinewerk. Het is al 40 jaar oud. Andere complexen zijn ze al 50 jaar oud. Heel weinig van slijtage onderhevig. Hier heb je die kleine motortjes van 3 pk. Hier zit er één en aan deze kant zit er ook eentje. En aan de noordkant zit zo'nzelfde installatie met ook 2 van die kleine motortjes. En 4 van die motortjes van 3 pk tillen die 200 ton zware versierbogen naar boven. En dat gebeurt, dat was een overbrenging. Wie heeft dat onthouden, jongens? Een overbrenging van 1 op. Wat was het dan voor je? 1, zeg eens. Heel goed, ik heb hier deze jonge dame 1 op 40.000. Die heeft geluid. Dat houdt in dat dit motor die moet 40.000 keer rond. Dan is die grote nog maar 1 keer rond geweest. Wat? Nou, toen dit bedacht werd, dat was begin 1950, toen hebben ze gezegd van ja, we konden ook wel eens een storing krijgen in elektriciteit. Je zou het ook met de hand moeten kunnen doen. Daarom is die overbrenging te groot, want aan de zijkanten van die tandwielkast, aan die kant, daar een kopertje hier, deze hier, dan kun je een slinger opzetten, kun je met de hand draaien. Als dat ding 40.000 keer ronddraait, is dan dat wiel daarachter 1 keer rondgedraaid of dat wiel? Dat hele grote wiel daarachter, dat is dan nog maar 1 keer rond geweest. Oh. En hij moet anderhalf. En die grote moet dus 2,5 keer rond. Dus deze, dat kleine motortje, die moet 100.000 keer ronddraaien. Hoe lang duurt het voordat je met de hand hebt opgedraaid? Ja, vind ik een goeie. Dat vind ik een hele goeie. Dan moet ik een heel slim antwoord op bedenken. Dat weet ik niet. Want je moet 100, als je elke 1 keer ronddraait, als dat 1 keer 1 seconde zou zijn, dan moet je 100.000 seconden moet je dus de tijd. Nou jongens, wie weet dat eventjes. Moet je wel een telmachine voor hebben. Dat is heel duur. Wie gaat er met de olie spuiten dan? Nou, dat gaat 3 keer in het jaar. 3 keer per jaar worden die grote tandwielen worden gesmeerd door een monteur. Dat gebeurt echt. En je kunt ook zien, dit is hartstikke vet. Dus iedere keer om de zoveel tijd gebeurt dat. Maar er was er hier nog iemand voor vragen. Als dat motortje 40.000 keer is gedraaid, hoeveel is dan middelste wiel? Hoe vaak is die al gedraaid? Dat grote wiel is dan 1 keer rondgedraaid en dat middelste wiel is dan nog is een 2 keer rondgedraaid. En zo wordt het iedere keer sneller. Hè? Ja. 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 Maar deze die is dan nog veel keer helemaal meer. Hoe vinden jullie het? Leuk! Ja, het is wel
leuk, maar ik ben er niet op geweest. Die bevolk was heel leuk. Ben jij er wel op geweest? Ja. Grote tandwielen, hè? Ja. Heel goed.